tell me, can you see the stars? Goedemorgen, het is vandaag zondag 17 juli en dat betekent musical weekend dag 2. Vandaag hebben we de laatste twee shows en ik heb er super veel zin in. Ik voel me wel echt kapot, als in kapot. Ik heb hoofdpijn, alles doet zeer. Mijn knieën doen zeer, van het op mijn knieën rondstruinen. En oh, het is echt verschrikkelijk. En ik moet morgen gewoon, ik heb morgen gewoon rijles en ik moet werken. Dus hou op. Gisteren was het super leuk, super gezellig. Daar hebben jullie in de vorige video kunnen zien. Dat was echt fantastisch. Zo'n leuke dag gehad. En het is allemaal zo goed gegaan. Ik ben zo trots op iedereen. Dat is echt ongelooflijk. De première show, ja, was gewoon fantastisch. En vandaag komen dus ook mensen voor mij kijken. Zowel bij de middagshow als bij de avondshow. Dus ik heb er super veel zin in. Nou wordt het nog leuker, want ik moet nog meer mijn best doen. Dat doen we toch al natuurlijk, hè. Het is nu 9:50 en ik moet er om 10:00 zijn. Dus ik ga nou snel naar de Wadhal. En dan gaan we het weer meemaken vandaag. En ik ga jou proberen mee te nemen. We zijn weer in de Wadhal, aka het theater. Say hello! Hallo! Ben je ook zo kapot? Ja. Ik ben ook echt moe. Ben ik ben aan het vloggen. Leuk. Leuk. Ja, het heeft zo geen zin om bij jou te contouren. Dit doe ik echt voor saus. Dit doe ik echt voor saus. Dit doe ik echt voor saus. Ja, sorry. Ja, ik moest grote stip doen. Nee, nu wordt het geen aardbei meer, nu is het een paddenstoel. Ja, nou ben ik een paddenstoel. Ja, maar is dit leuker? Ja, want ik denk dat dit, ja, ja, dit zie je dat je dit wel ziet. Van dichtbij ziet het er niet uit, maar nee. Ik denk dat je op het podium ziet het wel. Want nu zag je straks niks. Ik zit alweer in de gym, of nou ja, voor de helft. Ze hebben de sproetjes nou iets heftiger aanzet, omdat je het niet goed zag op het podium. Even een mascaraatje, lipstickie en dan ben ik weer helemaal dommel. We zijn nu aan het soundchecken. We zijn even het liedje aan het zingen. Waar loopt hij? Nou, de techniekman die liep. Die staat hier, onze techniekman. Hij is even aan het kijken en aan het luisteren hoe andere mensen het horen. En dan moet ik zo meteen ook soundchecken. Ik ben 10. Oh. Oké. Volgens mij ben je ouder. Ik ben ouder dan 10, maar ik ben nummer 10. Mijn zender heeft nummer 10. Ik heb vandaag een salade gegeten en net energy gedronken, want ik ben kei kapot. Dankjewel. De tweede show start over een kwartiertje en ik heb mijn ouders net in de zaal gespot. Ze zitten vanaf het podium gezien rechts in het midden. Of nou ja, in het midden, zeg maar rechts aan de zijkant in het midden. Dus ik kan ze waarschijnlijk niet aankijken in verband met de lichten. Maar ik heb er mega veel zin in. Deze heeft waarschijnlijk de vent gewoon neergeschoten. De tweede voorstelling
zit erop. Zo intens genoten. Ik was helemaal in mijn element. Helemaal aan het genieten. Nou hebben we 1,5 uur pauze. Zometeen de laatste show. Ik heb er zo veel zin in. Ik ben helemaal aan het genieten. Helemaal in mijn element. Ik ben wel moe. Maar goed, dan moet de pret niet bederven. Zometeen voor de laatste keer knallen. En dan is Hope van Harte Musical een gesloten boek. Wat een fantastische, magische musical was dit, zeg. Ik heb, ja, nogmaals, ik geniet. Ik ga nou zo meteen even lekker eten, een pizzatje besteld. En dan voor de laatste keer knallen. Wij zijn klaar voor de laatste voorstelling. Ik heb al mijn vrienden die komen kijken gezegd dat ze of tenminste in ieder geval samen zo ver mogelijk vooraan moeten gaan zitten. Dus dat is wel heel leuk. Ik ben al heel hier aan het spieken. Want we zitten dus echt met z'n zessen helemaal op de tweede rij. Best wel ver vooraan dus. Dus de laatste show gaan we knallen. Ik heb er super veel zin in. Maar ik ben wel echt blij als we straks klaar zijn. Dit vermoeiende weekend. Dat ik mijn bed in kan. Maar ik heb er echt intens van genoten. En ik ga de laatste show nog een keer genieten. Zij zo'n 4 van Muziekshow. En dus ook de allerlaatste voorstelling in deze samenstelling tot nog toe. Sommigen gaan stoppen. Kijk ik even naar Tim. Die gaat naar Utrecht verhuizen. Misschien nog wel meer. Niet naar Utrecht verhuizen, maar stoppen. Ik hoop dat er heel veel doorgaan. Maar dit is dus wel de laatste voorstelling in deze samenstelling. Geniet er gewoon vooral lekker van. Wij zijn super trots op jullie. We doen er even 5, 6, 7, 8. Ja. Komt-ie. 5, 6, 7, 8. Muziek show! Go with the flow! Yo, 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 let's go! Wie is daar? Ik ben hem, de knapste, leukste. Zou man ze vertellen? Oh shit, ik doe het weer. We gaan nu kijken naar het sprookje van het roodkapje. Waarom? Dat is het goed. We zijn nu bezig met de laatste voorstelling. Hierachter is de zaal, of nou ja, de coulissen. En wij zijn hier nou. En kom je mee op mijn vlog? Het is hier lekker koel. Daar binnen is het heel warm. We zijn bijna op de helft.